Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Mark Bovens. Inderdaad, ik rij een heel klein autootje, maar ik ben geen duurzaamheidsprofessor. Ik kom niet uit het vakgebied van de duurzaamheid. Mijn achtergrond is democratie en rechtsstaat. Dat deel ik denk ik met de tweede spreker straks, met Henk Kummeling. En mijn rol vanavond is denk ik meer om de problematiek neer te zetten. En de afspraak is dat Henk Kummeling vervolgens met name de oplossingen zal belichten. En dat is een beetje hoe we het vanavond verdeeld hebben. De titel van mijn verhaal vanavond is Duurzaamheid en Multilevel Governance. En alleen al dat begrip Multilevel Governance is zo complex dat ik daar een hele avond over zou kunnen praten. De studenten hier hebben een artikel mogen of moeten lezen voor vanavond, waar er tenminste alleen al van het begrip governance 9 definities zijn. En wat ik vanavond eigenlijk wil doen in het komende half uur is eigenlijk proberen iets te laten zien van de complexiteit die te maken heeft met de governance van duurzaamheid en milieuvraagstukken. En om dat te doen wil ik eigenlijk heel aardig aansluiten bij het verhaal van Bas van Bavel vorige week. En wil ik u meenemen naar de polder. Maar niet naar het mooie verhaal van de polder, maar een ongelukkig verhaal van de polder. Ik wil u meenemen 60 jaar terug in de tijd. En jullie zullen allemaal weten waar dit een plaatje van is. Dit is natuurlijk een plaatje van 1 of 2 februari 1953. De grootste natuurramp die Nederland in de 20e eeuw heeft gekend. Een ramp die inmiddels zo ver weg is dat die ook geromantiseerd is. En een aantal van jullie zal waarschijnlijk heeft de film gezien. De meeste van jullie zullen de ramp niet uit eigen waarneming of zelfs maar van de tv weten. Maar zullen de ramp in ieder geval kennen van de film De Storm, waarin dat is neergelegd. En die ramp die leidde ertoe dat grote delen van Zeeland, maar met name van Zuid-Holland en West-Brabant, onder water liepen. De linkerkant ziet u, alle gebieden die onder water stonden. En aan de rechterkant, waarschijnlijk alleen maar zichtbaar voor degenen die dichtbij zitten, zie je de Deltawerken. Het grote project wat vervolgens in gang werd gezet, eigenlijk al meteen vanaf 1953. Hier werd het gepresenteerd. Ziet u een foto van de ingenieurs die dat destijds presenteerden. En de Deltawerken zijn eigenlijk het grootste infrastructurele project geweest wat Nederland ooit heeft gekend. En als je naar die Deltawerken kijkt vanaf eind 1953, dan vallen daar een aantal dingen op. Die Deltawerken waren eigenlijk algemeen onomstreden. Er was geen enkele maatschappelijke discussie, geen brede maatschappelijke discussie, überhaupt geen maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van een serie van grote dijken en dammen mondingen van de Nederlandse rivieren. Dat kwam ook omdat de bevolking in die tijd buitengewoon gezagsgetrouw nog was. We praten over het midden van de jaren 50 en we praten over Zeeland. Het meest godvruchtige deel, het begin van de Bijbelbelt. En met name in de jaren 40. Het was ook een ingenieursproject. Het was een project wat eigenlijk helemaal vanaf de tekentafel is ontwikkeld. Wat eigenlijk top-down vanuit de laboratoria, de waterloopkundige laboratoria vanuit Delft, eigenlijk over de bevolking is uitgestort. En het is een project wat eigenlijk tot grote nationale trots leidde. Daar werd iets groots verricht. Er zitten een paar studenten van mij in de zaal, eerstejaarsstudenten. En ik vertel hen dat toen ik jongetje was, eind jaren 60, en met mijn vriendje speelde in wat toen op dat moment de Vinex-wijk van die tijd was. De nieuwbouwwijken. En wij maakten dammen en dijken. We waren een jaar of 10 en eigenlijk wilden wij waterbouwkundig ingenieur worden. Dat waren de helden van die tijd. En nu kijken mijn kinderen mij glazig aan en denken, wat een nerd was jij toch, papa? Maar in die tijd was dat toch, denk ik, nog redelijk normaal. Of was dat in ieder geval onderwerp van nationale trots. Dat was de jaren 50, de jaren 60, tot begin jaren 70, de Oosterscheldedam. Toen is eigenlijk pas voor het eerst is dat omstreden geraakt. Ik neem u mee naar nog zo'n plaatje. Nog een plaatje waar een groot deel van Nederland onder water staat. Maar nu niet meer alleen Zuid-Holland en Zeeland. Maar nu staat in feite de hele Randstad onder water. En u kunt dat misschien net zien. Het enige wat nog boven water is een stuk van Den Haag, van de Randstad. En Utrecht ligt aan zee inmiddels. U kent dit plaatje waarschijnlijk allemaal, de duurzaamheidsmensen. Dit plaatje is een van de plaatjes wat ook een film heeft gehaald. Maar niet De Storm, maar de film van Al Gore over een Inconvenient Truth. Waar ook Nederland even voorkomt, dat als de zeespiegel gaat stijgen door de global warming, dan loopt half Nederland onder water. Ook dit plaatje en ook deze film hebben geleid tot allerlei activiteiten van ingenieurs en beleidsmakers. Dit is de omslag van een rapport van de commissie Veerman.
En de commissie Veerman is ingesteld om na te denken over de consequenties van de opwarming van de aarde en de consequenties van de zeespiegelstijging voor ons land en voor wat dat moet betekenen voor de kleine, de lage delta die wij zijn. Het rapport heet Samenwerken met Water. En daar kom ik zo dadelijk nog op terug. Ook daar staat datzelfde plaatje weer van grote delen van Nederland die onder water lopen. En het is geschreven onder leiding van Veerman. Er zijn natuurlijk andere commissies Veerman die voor de universiteit belangrijker zijn. Maar dit was een commissie Veerman die met name ging over water. En als we nou eens kijken naar die commissie Veerman en hoe dat rapport ontvangen is, dan zie je een heel ander beeld dan bij de Deltawerk en het Delta-project van de jaren 50. Die commissie Veerman, die Delta-commissie, kreeg vrijwel onmiddellijk kritiek. Omdat de commissie aannames had gemaakt dat aan het eind van deze eeuw de zeespiegel, dan moet ik, je kunt mij corrigeren als ik het fout heb, maar 3 tot 6 meter zou stijgen. De commissie ging uit van de hoogst mogelijke zeespiegelstijging. Er ontstond meteen kritiek. Hoeveel gaat die zeespiegel eigenlijk stijgen? Is dat wel zoveel meter? Moet je daar eigenlijk van uitgaan? De commissie Veerman heeft, anders dan de ingenieurs in de jaren 50, te maken met een bevolking die zeer kritisch is. Denk even aan wat er gebeurd is met de film van Al Gore. Al Gore was zo onverstandig om te zeggen dat, ik geloof dat Amersfoort nog onder de zeespiegel lag. En dat heeft geleid tot een hoos van kritiek op internet. Of denk aan het IPCC-rapport waarbij per ongeluk een paar centimeter verschil was met de afname van de gletsjers. Wat tot een enorme kritische reactie overal op de wereld leidt. Ook de commissie Veerman had te maken vrijwel direct met politisering. Er kwam meteen verzet vanuit de provincies. Er kwam meteen grote discussie over de wijsheid van het rapport. En een groot verschil ook van de commissie Veerman met de Deltawerken is dat de problematiek natuurlijk al lang niet meer tot Zeeland beperkt is, maar internationaal is. Dat verschil tussen die Deltawerken en de Deltacommissie, dat heeft te maken met een aantal ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. In de eerste plaats op het gebied van kennis. In de tijd van de Deltawerken was Nederland overzichtelijk en was, ik chargeer een beetje, maar was kennis en expertise eigenlijk onomstreden. Het was niet voor niks dat ik als jongetje ingenieur wilde worden, want dat was wat. Tegenwoordig is kennis eigenlijk per definitie omstreden. En is er niet een vanzelfsprekend meer ontzag voor wetenschappen, voor technologie, en is dat in zijn aard voortdurend onderwerp van strijd. Vaak ook van politieke strijd. Dat heeft ook te maken met de andere rol van de burgers. In die tijd, van de jaren 50 en 60, hadden we het hoogtepunt van de verzuiling. Nederland was opgedeeld in een aantal zuilen met een leidelijke bevolking. Burgers waren leidelijk en ze kregen leiding. Dat is de oratie van hoogleraar Daalder. Leiding en leidelijkheid. En de toppen van de zuilen gaven leiding aan de bevolking. Kom daar nu nog maar eens om. We hebben te maken met een zeer assertieve en op internet agressieve burgerij. We hebben te maken met een enorme, de verzuiling heeft plaatsgemaakt voor een enorme versplintering van ons maatschappelijke en politieke landschap. De politieke partijen zijn al lang niet meer gekoppeld aan maatschappelijke bewegingen of maatschappelijke organisaties. En veel politieke partijen zijn niet eens meer ledenpartijen, maar zijn bewegingen. Hebben niet eens leden meer en zijn ook niet meer via leden en achterbannen geworteld in de samenleving. En het grote probleem vandaag de dag voor politieke bestuurders is: hoe creëer je draagvlak? Hoe zorg je ervoor dat je plannen draagvlak krijgen? Dat er maatschappelijk, dat je om de tafel kunt zitten, dat je maatschappelijk draagvlak krijgt voor de plannen die je hebt. In de tijd van de Deltawerken was het eenvoudig. Dan ging je om de tafel zitten met de toppen van de zuilen, met de elites, maatschappelijke elites. Als je zaken had gedaan met de top van de vakbeweging, dan wist je dat dat verder gevolgd werd. Dat is al lang niet meer het geval. En bestuurders hebben daar een aantal oplossingen voor gevonden die samengevat kunnen worden onder de noemer een overgang van government naar governance. En er zijn een aantal oplossingen verzonnen die te maken hebben met een ander soort bestuurstijl. Je ziet dat bestuurders op een andere manier zijn om aan het gaan zijn met die maatschappelijke tegenstand en proberen om draagvlak te creëren. En dat gaat op een reeks van manieren. Soms noemt men het co-productie van beleid. Dan gaat men om de tafel zitten met stakeholders en probeert men eigenlijk van meet af aan tot gezamenlijke oplossingen te komen. Niet meer van boven naar beneden, maar in samenspraak. Dat kan zijn met maatschappelijke partners, maar het kan ook zijn met het bedrijfsleven in de vorm van publiek-private samenwerking. Denk aan een aantal grote infrastructurele projecten. Dat leidt dan soms tot convenanten. Allang niet meer tot wetgeving en regels, geen deltawetten, maar er worden convenanten afgesloten. Er worden afspraken gemaakt tussen maatschappelijke partners waarin beide partijen elkaar dingen toezeggen. Of het leidt tot zelfregulering. In een aantal gevallen zegt de overheid,
Dat heet al vaak geconditioneerde zelfregulering. Dit zijn de kaders. En het bedrijfsleven of maatschappelijke partners mogen het verder zelf regelen. Mogen het zelf uitzoeken. Een klein beetje zie je dat ook al terug in de titel van dat rapport van de commissie Veerman. Samenwerken met water. Zelfs met het water moet worden samengewerkt. En niet alleen met de maatschappelijke partners, maar ook het water wordt als partner gezien. De hele retoriek en de symboliek van het rapport past precies in die overgang van government naar governance. Want het water wordt niet meer in een keurslijf van dijken en dammen gestopt. Maar er moet worden samengewerkt met water. En het water is een partner en die moet je via ruimte, die moet je ruimte geven. En die moet je als het ware meelokken en met je meelaten doen. Die overgang van government naar governance is in veel opzichten ook een overgang van een meer top-down benadering van de overheid. En ons Nederlandse begrip overheid zegt het eigenlijk al. Eigenlijk hoort bij overheid niet burger, maar er hoort natuurlijk onderdaan bij. De hele retoriek is er een van overheid en onderdaan. En wat je ziet is dat de overheid steeds minder zich als overheid opstelt, maar meer als gelijkwaardige partner tegenover burger en bedrijfsleven. En dat heeft een aantal namen en er zijn vast mensen in de zaal vanuit verschillende disciplines. De juristen zullen dit herkennen als een overgang van verticaal bestuur naar horizontaal bestuur. De sociologen en de psychologen zullen dit misschien kennen als een overgang van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding. De terminologie is van Bram de Zwaan, die dat ooit eerst heeft verzonden vanuit zijn psychotherapeutische praktijk, omdat hij merkte dat in gezinnen, hij zag dit eerst eigenlijk in gezinnen ontstaan, waarbij de patriarchale, hiërarchische vader werd vervangen door een situatie waarin gezinsleden met elkaar onderhandelden. Een situatie die ik uit mijn persoonlijk leven direct kan herkennen. De positie van mijzelf is volstrekt onvergelijkbaar tegenover mijn kinderen als die van mijzelf tegenover mijn ouders destijds. Economen zullen het herkennen als een overgang van meer hiërarchische sturingsmechanismen naar sturing via netwerken of via markten. En bestuurskundigen, zoals gezegd, spreken meestal in dit soort gevallen als een overgang van government naar governance. Ik ga u geen definitie geven van governance. In de literatuur ziet u daar minstens 9, maar ik hoop dat u op deze manier enigszins het gevoel heeft over het soort verschuivingen en het soort veranderingen waar je als politiek bestuurder mee te maken hebt als je met dit soort maatschappelijke vraagstukken je bezighoudt. Dat is één overgang van government naar governance. Maar er is nog een tweede zichtbaar in dat verschil tussen die Delta-werken en de Delta-commissie. En dat is een overgang van mono-level governance naar multi-level governance. Wat we natuurlijk zien, en dat is al, Jacqueline Kramer heeft dat al genoemd hier en Melanie heeft dat samengevat. Je ziet natuurlijk dat een aantal van de problemen waar we vanavond en in deze lezing over praten niet meer beperkt zijn tot één provincie of tot één deel van Nederland. Maar het zijn problemen die zich niet alleen tot Nederland beperken, maar tot grote delen van de wereld. Het zijn geen lokale problemen meer, maar globaal. Het is een overgang van Zeeland naar Groenland, zullen we maar even zeggen. In de ramp van 1953 was nog een Zeeuws probleem in de delta. Maar de zeespiegelstijging en de gevolgen voor Nederland hebben alles te maken met het smelten van de ijskappen op Groenland. En dat betekent dat het transnationale problemen zijn. En dat je ook internationale oplossingen nodig hebt. Dat je transnationale beleidsoplossingen nodig hebt. En dat je daar niet mee komt door alleen in tussen Middelburg en Rotterdam een aantal dingen aan te pakken. Maar een van de grote problemen met transnationale oplossingen en transnationaal beleid is het probleem van de collectieve actie. Wie moet het probleem oplossen? Wie moet het probleem oppakken? Waar ligt de actor, degene die eigenlijk voor het algemeen belang op mondiaal niveau op moet komen? En dit plaatje, wat jullie waarschijnlijk wel kennen uit de krant, geeft het denk ik fantastisch weer. Dit is een plaatje van het overleg in Kopenhagen, de min of meer mislukte conferentie vorig jaar in Kopenhagen. Hier zie je een aantal van de belangrijkste regeringsleiders. Obama in het midden, links daarvan Sarkozy, Merkel. Je ziet Gordon Brown nog wat onderuit in zijn stoel hangen. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar de hele gezichtsuitdrukkingen geven perfect eigenlijk weer het probleem van de collectieve actie. Hoe komen we eruit? Je ziet zuchten en puffen, men had al dagenlang onderhandeld en het lukt eigenlijk maar niet om een gezamenlijke koers te bepalen. Omdat er geen wereldregering is, er is niet een centrale speler die eigenlijk alles kan. Het is een kwestie van onderhandelen met alle speltheoretische en alle prisoners dilemma's die daarbij horen.
Daar zijn, ook daar zijn in de loop der jaren voor dit soort problemen langzaam maar zeker zie je dat daar oplossingen voor ontstaan. En je ziet dat de op wereldniveau bestuurders toch proberen om iets te doen aan die collectieve actie. En toch proberen om op wereldniveau te komen tot maatregelen. En dat gaat op de volgende manier. In de eerste plaats zie je dat er op tal van terreinen internationale netwerken zijn ontstaan. Netwerken in de eerste plaats vaak van stakeholders. Netwerken van actiegroepen, netwerken van bedrijven, netwerken van beleidsambtenaren. Je ziet steeds vaker dat op allerlei terreinen nationale beleidsambtenaren elkaar treffen in internationale conferenties en netwerken. Eerst alleen als onderzoeker, maar later ook als beleidsmaker. En dat in die internationale netwerken zie je dat er steeds vaker afstemming plaatsvindt. Er vindt afstemming plaats. Dat is in de Europese Unie, ik weet niet of er mensen in de zaal zitten die wel eens iets van de Europese Unie weten, dan heet dat de Open Method of Coordination. Wat gebeurt is in feite dat landen onderling afspreken om hun beleid op elkaar af te stemmen. Dat is niet van bovenaf, maar men besluit eigenlijk om op een open manier onderling te gaan coördineren. Soms gaat dat een stap verder en wordt dat ook vastgelegd in verdragen. En worden dus ook echt juridische consequenties aan verbonden. En steeds vaker zie je dat die juridische consequenties ook kunnen worden gehandhaafd, omdat er steeds meer internationale rechtspraak ontstaat. In Nederland, Den Haag is natuurlijk een mooi voorbeeld ervan. Op het gebied van internationaal strafrecht zie je dat op steeds meer terreinen er internationale strafhoven ontstaan die steeds vaker ook echt rechtsmacht hebben en in staat zijn om verdachten op te pakken en te laten verschijnen voor de rechtbank. En wat dit heet ook wel governing without government. Want wat je ziet gebeuren is dat er in feite toch beleid tot stand komt zonder dat er een centrale regering is, zonder dat het een centrale wereldregering is en zonder dat eigenlijk ook nationale regeringen zich direct daarmee bemoeien. Eigenlijk achter de rug van de regeringen om zie je netwerken ontstaan en zie je toch dat er allerlei coördinatie tot stand komt. En er zijn geleerden, bijvoorbeeld Henry Slaughter, degene die dat interessant vinden, ik heb het boek even meegenomen, heeft een boek geschreven dat heet A New World Order. En zij betoogt hierin dat in feite we ons niet te veel zorgen hoeven te maken over wat er gebeurt met die mondiale vraagstukken, omdat als vanzelf eigenlijk van onderop langzaam maar zeker een nieuwe wereldorde is aan het ontstaan. Dat is niet de wereldorde die Bush voor ogen had, maar het is in feite een van onderop afgegroeide wereldorde van netwerken, van internationale netwerken op allerlei terreinen, op allerlei niveaus, van juristen, van beleidsmakers, waar in feite dit soort afstemming en uitwisseling plaatsvindt. Dat is haar optimistische, positieve verhaal in dit boek. Dat is het goede nieuws. Maar als jurist, of als staatsrechtjurist, of als politiek filosoof, wat ik dan ben, kun je toch ook een aantal vragen stellen bij de wijsheid en bij de wenselijkheid van deze nieuwe wereldorde. Ik wil even rondkijken. Zitten hier staatsrechtmensen in de zaal? Zijn mensen die staatsrecht studeren? Ja, jij mag straks. Zijn er juristen in de zaal? Zijn er mensen die daarvoor uit durven komen? Wat vanuit staatsrechtelijk perspectief, wat zouden de risico's zijn van een dergelijke benadering? Of welke bezwaren zou je kunnen zien? De nationale staten verliezen zelfstandigheid. Waarom is dat een probleem? Misschien moeten we daar ook voorbij gaan. Ik bedoel, wat zouden we verliezen als de nationale staten verdwijnen en opgaan in zo'n internationale wereldorde? Aansprakelijkheid. Ja, wat voor aansprakelijkheid? Je kan nergens terecht als je mag niet controleren wie denkt iets en wie vandaan. Ja, wie moet je ter verantwoording roepen? Wie moet je ter verantwoording roepen als daar iets misgaat? Bij wie moet je wezen bij dat netwerk? Dat is denk ik een hele belangrijke vraag. Ja. Amerika, die erkent het internationale recht niet. Hier wordt gezegd rechtsgelijkheid. Alle landen zijn gelijk, maar sommige landen zijn wat gelijker dan anderen. Het internationale strafhof wordt voorlopig niet erkend door de Verenigde Staten. En die kunnen zich dat permitteren, want ze hebben nou helemaal het grootste leger. En niemand kan even de Verenigde Staten binnendringen om daar Rumsfeld even voor het gerecht te slepen. Ja, wat nog meer? Wat zijn nog meer voor problemen van zo'n internationale wereldorde? Als je er wat meer normatiever naar kijkt. Nog andere? Die wereld zich daar aan te wenden.
Ja, wie zitten daar natuurlijk? Ja, die netwerken, dat zijn de netwerken van natuurlijk de best opgeleide, de meest mondiaal. Dat is de internationale beleidsjetset. De mensen die in staat zijn en het geld hebben om daar te komen. En een van de interessante vragen is natuurlijk van, hoe representatief is dat? Hoe representatief zijn die netwerken? Ik weet zelf ik heb zelf onderzoek gedaan in het verleden naar internationale verdragen rondom copyright. En daar zie je, dat wordt ook in dit soort achterkamers in Genève, is dat dan meestal zijn die vergaderingen. En daar zie je dat het bedrijfsleven zit daar met fantastische grote delegaties. En hebben enorme grote hoeveelheden juristen en advocaten. En de Consumentenbond zit dan meestal met 1 of 2 mensen. En die hebben dan ook zelf een broodtrommeltje nog mee van huis, bij wijze van spreken. Terwijl die advocaten, en die eten daar in de meest fantastische restaurant en lobbyen daar dan zeer uitgebreid met alle ambtenaren. Er zit natuurlijk grote ongelijkheid, ook in macht en in middelen en in expertise wat men heeft. Oké. Als politiek protocoloog of staatsrechtman, maar Henk Kummeling zal me vast wel aanvullen, zie ik tenminste 2 grote problemen van die New World Order die zich lijkt te ontwikkelen op dit soort globaliseringsterreinen. In de eerste plaats een democratisch deficit. De eerste kwestie die natuurlijk zit is, hoe zit het met legitimiteit? Die afstemming die daar plaatsvindt, die verdragen die daar worden afgesloten, dat beleid dat daar wordt bepaald, in hoeverre is dat eigenlijk wel democratisch tot stand gekomen? Wat blijft er over van de volkssoevereiniteit als we de staat, stel dat we de staat opgeven en we gaan in zo'n groot verband op? Ja, wat is er nog met stemmen? Hoe zit het met volkssoevereiniteit? Wat is eigenlijk de democratische legitimiteit van al die maatregelen? Wat Melanie net al zei, het risico is dat je dus geen democratie krijgt, maar een expertocratie. Dat we wereldwijd geregeerd gaan worden door een serie experts op een aantal terreinen. Maar het is helemaal niet gezegd dat experts altijd de wijsheid in pacht hebben. Op tal van terreinen zien we terugkijkend dat experts het ook vaak bij het verkeerde eind hebben. Of dat experts hebben ook belangen, hebben ook bepaalde perspectieven. En het mooie van democratie is dat elke stem telt, ongeacht of je professor bent of niet. Een ander probleem, dit zijn problemen wat protocologen de inputkant noemen van het beleidsproces. De voorkant. Maar er zit ook problemen aan de achterkant. Dat werd net al een beetje gezegd met aansprakelijkheid. Wie controleert al die netwerken? Wie controleert wat daar gebeurt? Er is geen wereldparlement vooralsnog. De Verenigde Naties komt niet eens in de buurt van een wereldparlement. En je ziet dat de nationale parlementen die controle moeten doen, hebben vaak een marginale rol. Omdat de nationale delegaties zijn maar een hele kleine speler in een groot verhaal. Als Nederland naar de onderhandelingen gaat, dan Nederland mag al blij zijn als ze bij de G20 een keer aan mogen schuiven. Maar bij veel van dit soort internationale netwerken ben je 1 van de 100 landen. En wordt er een ingewikkeld compromis gevonden waar eigenlijk geen enkel nationale parlement aan kan komen. En waarbij ook de delegatie vaak moet zeggen, ja, het spijt ons, maar dat is het maximaal haalbare. En er is eigenlijk niemand die verantwoordelijk is voor de einduitkomst. En dat heeft alles te maken met een tweede bron van problemen. Dat is wat ik het verantwoordingsdeficit noem. En dan kom ik nog dichter bij die aansprakelijkheid die hier werd genoemd. Een van de problemen die in dit soort netwerken, een van de centrale problemen bij een governance aanpak van beleid, is wat ook wel heet het probleem van de vele handen. Als beleid wordt gemaakt in netwerken, dan zie je dat vele handen maken licht werk. Er zijn allerlei partijen betrokken die allemaal een klein beetje bijdragen aan de einduitkomst. Maar er is eigenlijk niemand die kan worden aangesproken op het eindresultaat. Omdat, dat is het probleem van de velen. Er zijn vele handen die bijdragen, maar wie is nou eigenlijk degene die je moet hebben? Wie kun je moreel of anderszins verantwoordelijk stellen? Bij wie moet je zijn? Dat is een van de lastige dingen van netwerken. Dat komt ook omdat de transparantie, daar hebben we het woord al, omdat de transparantie natuurlijk gebrekkig is. Op dit soort internationale conferenties spelen zich af in Davos. Dan tegenwoordig vaak wel de G20. Maar daar kan natuurlijk niemand bij. Niemand weet wat er precies gebeurt. Het is zeer intransparant. Het is een, als het ware, je hebt de achterkamertjes politiek, maar dan op mondiaal niveau. Het is zeer, veel deelnemers zijn natuurlijk komen uit niet-democratische landen. En een derde probleem is dat op mondiaal niveau ontbreekt eigenlijk een heel systeem van checks en balances. In het Nederlandse staatsrecht hebben we in de afgelopen 200-300 jaar een heel systeem ontwikkeld van scheiding van machten, van checks en balances, waarbij de rechter het bestuur controleert, waarbij het parlement het bestuur controleert. Waarbij de ombudslieden zijn, waarbij de allerlei rekenkamers, allerlei checks en balances in het systeem zijn ingebouwd om de macht te controleren. Maar op mondiaal niveau ontbreekt dit op dit moment nog volledig.
Er zijn een zeer gering, in ieder geval in staatsrechtelijke zin, zeer beperkt ontwikkeld systeem van checks en balances. Maar ik zie Henk Kummeling al schrijven, dus we zullen zo horen of dat klopt. En een van de centrale vragen daar is eigenlijk, en dat is ook een vraag waar ik niet meteen een antwoord op heb, zal ik heel eerlijk in zijn. Hoe organiseer je publieke verantwoording op wereldschaal? In Nederland hebben we dat inmiddels na 100, 150 jaar redelijk voor elkaar. Maar op wereldschaal is nog helemaal geen systeem van publieke verantwoording. Hoe organiseer je dat? Dit is een beetje een somber verhaal. Dat is natuurlijk niet de bedoeling om zo te eindigen. Dus ik wil één voorbeeld geven van een situatie waarin men, denk ik, daar al heel aardig in geslaagd is. Dus ik wil met een positieve noot eindigen. Ik wil u een voorbeeld geven van een organisatie. Die heet One World Trust. En als jullie geïnteresseerd zijn, ze hebben een zeer uitgebreide website. OneWorldTrust.org. En zij zetten zich in. Het is een charity. Het is een ideële organisatie die zich inzet voor het tot stand brengen van accountable international governance. Zij hebben tot doel om eigenlijk die world governance meer accountable, meer verantwoord, meer democratisch, maar ook meer duurzaam te maken. En zij doen dat omdat ze hebben een accountability framework ontwikkeld, een soort raamwerk, wat ze gebruiken om internationale organisaties de maat te nemen. En dat doen ze op 4 onderwerpen. Ze kijken naar hoe is de transparantie geregeld van deze organisatie. Hoe transparant is de organisatie? Hebben ze allerlei indicatoren voor ontwikkeld. Ze kijken in hoeverre kunnen relevante stakeholders, en dit is zeer breed opgevat, kunnen die participeren in de besluitvorming van de organisatie. En zeker bij dit soort vraagstukken van duurzaamheid is dat natuurlijk een belangrijke kwestie, dat het niet alleen de shareholders zijn, maar ook de stakeholders. Ze kijken of de organisatie zijn gedrag evalueert en daar ook van leert. En ze kijken of er ook klachtenprocedures zijn en of de organisatie responsief is. Of de organisatie bereid is om te luisteren naar klachten en of men daar snel op inspeelt. Dat zijn 4 centrale vragen die ze in een heel framework hebben omgebouwd. Dat ziet er zo uit, dat kun je niet lezen. Maar dat is een heel geweldig framework met de buitenste ring zijn stakeholders en dan helemaal binnenin staan die 4 principes. Maar wat ze in praktijk doen is dat ze elk jaar 30 organisaties de maat nemen. Ze zijn in feite een soort consumentenbond voor internationale organisaties. En ze doen elk jaar, brengen ze een Global Accountability Rapport uit, waar ze 30 organisaties door de molen halen van hun raamwerk. Dat zijn 10 publieke organisaties, 10 internationale publieke organisaties, 10 NGO's en 10 transnationale bedrijven. En dan krijg je die nemen ze de maat op die 4 kwesties. En dat leidt uiteindelijk tot een soort Global Accountability Index. Dat kun je natuurlijk allemaal niet lezen, maar ik kan er een paar dingen van vertellen. Het is de linkerblok, dat zijn de internationale overheidsorganisaties. Het middenblok zijn de internationale NGO's. En het rechterblok zijn de internationale bedrijven. En elk jaar doen ze er 30 andere. En dan kijken ze hoe die scoren. En daar wordt uitgebreid publiciteit aangegeven. Dit is het rapport van 2008. En om jullie een idee te geven hoe die score dan is. Bij de internationale overheden scoort als hoogst de Europese Bank voor Wederopbouw. Die zit helemaal links in dat rechterrijtje. En als laagste, en dat zal, je zult merken, de uitkomsten zijn niet verrassend voor degenen die dit soort debatten volgen. De hoogst scoort de Europese Bank. Het laagst scoren de NATO. En het allerlaagst scoort het internationale atoomagentschap. Die zit helemaal rechts van dat linkerblok. Het middenblok zijn de NGO's. Daar scoort het hoogst. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar de Internationale Federatie van Organische Boeren. Ik wist niet dat dat bestond. Maar er is gelijk een internationale federatie van boeren die organisch boeren. En die scoren heel hoog. Nou, dat zou je niet verbazen. Het laagst, dat zal ik nog even niet zeggen. Dat hou ik als verrassing. Want het is namelijk ook degene die het laag scoort overal. Zal ik zo, die hou ik nog even geheim. Maar als u het hoort, dan zult u zeggen ja, natuurlijk. Rechts zijn de bedrijven. Het hoogst scoren 2 bedrijven. Billiton. Billiton scoort het hoogst. Interessant. Billiton natuurlijk, als het gaat om duurzaamheid, een hele belangrijke speler. En Shell. Billiton en Shell scoren het hoogst op hun, als het gaat om de internationale bedrijven. Het laagst, ook dat is, als je de wereldpolitiek volgt, zou je het niet verbazen. Het laagst scoort Halliburton. En Halliburton is die
private beveiligingsonderneming die in feite een privéleger, die een groot deel van Irak heeft gepacificeerd, zullen we maar zeggen. Oké. Dus in ieder geval, er zit een zekere validatie van hun schema met wat je ook zou verwachten. Wie scoort nou het laagst? Dat is degene die het laagst scoort bij de NGO's. En dat is het Internationaal Olympisch Comité. Nou, degene die hebben gevolgd hoe de aanwijzing is geweest van de Olympische Spelen voor over een aantal jaren, die zullen hier niet raar van opkijken. Nou, dames en heren, dit was een klein voorbeeld van een initiatief uit de particuliere sector, uit het maatschappelijk middenveld, de civil society organisatie, waarin geprobeerd wordt om van onderaf iets te creëren van een global accountability, global accountable governance. Dit was natuurlijk maar een heel eenvoudig voorbeeld en gelukkig kan ik zo dadelijk het woord aan Henk Kummeling geven, die ons nog veel meer laat zien over wat het staatsrecht hier te bieden heeft. Dank u wel.